Mensen, voordat jullie de video kijken, Koen was natuurlijk tijdens het opnemen niet direct bij, maar hij had wel een gezongen boodschap voor jullie en die wil ik jullie even laten zien voordat je de video kijkt. Hello from the other side. Yo mensen, wat is dat? Mark van Dwarf Dynasty en het is zover de kwartfinale van de Champions Cup. Ja! Tegen Koen, oftewel... DNPNL. En wij spelen vandaag niet zomaar een game, wij spelen El Clasico. Moest zo uitkomen blijkbaar. Ik Barcelona, hij Real Madrid. We gaan eens zien wat we ervan kunnen maken. Ben je klaar voor? Ja, ik moet zeggen, Koen en ik, we zijn aan elkaar gewaagd. We hebben het al bewezen. En ja, nu is de kwestie voor mij om uit te schakelen. Laten we eerlijk zijn, mensen. Ik hou niet zo van excuses. Maar nee. Barcelona is natuurlijk wel een klasse beter dan Real Madrid. Daar zijn we tot dit moment denk ik allemaal over eens. Ook al ben je Real Madrid fan. Oké, okay, let's do this. Succes! Mogen de beste Prinkelona winnen. FC Prinkelona. Jezus, schat. Op. Waarom? Oh. Ja, Marty! God, wat een knal, joh. Twee minuutjes. Games, je vond hem toch shit? Ik vond hem shit, maar ik hou nu wel van hem. Nou, ik zeg, ik vind heel Barcelona shit. Oh, jongens. Twee minuten, ik sta al voor tegen Marky. Volgens mij stond ik tegen Matty sneller achter. Why the fuck you lying? Why you always lying? Daar gaat hij door. En hij doet het gewoon! Nee. Bravo. Frenkiano Ronaldo, wat doe je me nou aan? Ja, ik moet zeggen, de verdediging is zo lekker als een mandje. Oh, ja, nogal. Ik. Oh. Benzema! Hoppie! Ja! Let's go! Nog op. Heerlijk. Je hebt, hem wel lekker met rebounds, moet ik zeggen. Niet zo janken, Mark. Nee. Is gewoon goed, hoor. Ja, niet zo janken. Heerlijk. Tering, wordt helemaal weggespeeld. Ja, man. Net als tegen Matty. Helemaal geen club in Duitsland. Oeh, dit is heel mooi. Dat is een penalty, of niet? Nou, dat niet. Kreeg je nou voordeel voor een penalty en toen... Ja. Ik kreeg voordeel voor een vrije trap. Oh, dat was een vrije trap. Want hij was er nog buiten. Oké. Okay. En toen dacht hij van, yo, laat maar. Krijg je Modric. Oh, nice. Pepe! Oh, god. Oh, nice. mooie sprong. Die gedaan. Ja, ik weet niet. Niet veel goeds waarschijnlijk. Dan gaan we. En weg is hij. Oh ja, dat was niet handig. Nee, dat was niet handig. Ben ik eerlijk? Nee, dan moet ik heel eerlijk toegeven. Dat was niet heel handig. Oh, ik moet zeggen, als je hem gemist had. Hey, ik denk dat het bestand corrupt wordt. Ik voel een Jantje, Mark. Dit is Jantje. Ja. Oh, ik voel Jantje. Ah, rustig 0-3 achter. 0-3 in de eerste helft is niet zo heel erg, toch? Nee. Dit zou ook in real life zo gaan, dus het is gewoon realistisch. Ik bedoel, we weten allemaal gewoon dat Barcelona op dit moment minder prijzen wint dan Real. Klopt. Ik bedoel, kijk wat Real allemaal gewonnen heeft in 2015. Ja. Oh, wacht. Maar... Nou mensen, zoals jullie zien domineer ik in kansen. Ik heb ook meer schoten op doel. Duidelijk op de betere posities van het veld, dus... ja, ik kan alleen maar zeggen, Koen heeft geluk gehad. Hij is een slechte speler. Die is puur geluk inderdaad. Ja. Heb je mij horen zeggen dat? Nee, dat ook niet. Oh, hij laat hem helemaal vrij! Oh, ik dacht dat je weer op randje 16 ging leggen. Ja, ik dacht dat jij zou denken dat ik hem op randje 16 zou geven. Hop, daar komt hij. Hop! Oh, nee. Zie je, dat wist ik. Oh, dat wist ik. Heerlijk! Nee, oh, dat is echt heel slecht. Veel te slap. Dat is echt heel slecht. Dat is wel heerlijk passie, maar echt zelfs heel Milo met zijn linker kan nog beter. Prank! Oh! Nee! Oh, kijk, klasse verdedigd. Maar van welke was dat ook alweer? Een van de ultieme fantasies van het jaar. Ja, Berbatov had je het over. Oh ja, de... Ze lachten me uit. Nee, niet scoren. Lekker. Oh, heerlijk. Hij mag erdoor. Oh, pik! Ja, wat is er met mijn pik? De hele tijd pak je keeper die balletjes. Misschien wel in de video. Kom! Ja, lekker! 4-0, pik! Jezus, je wordt echt helemaal in je Ari geboord. Ja, ik moet zeggen, ik zit niet echt lekker op dit voor moment. Voor mij heb je anaal op maag net. Hoppa! Mijn team staat ook niet echt lekker vergeleken met jou. Nee, ik ben echt heerlijk aan het ballen, ben ik eerlijk in. Hoogt. Dat is een prima, prima overwinningkie. Kan je gewoon tevreden mee zijn. Oké, nu neerhalen. Lekker. Oh, wat een heerlijke tackle. Lekker tackle. Ja, die was echt perfect, mag ik zeggen. Nou mensen, zoals jullie hebben kunnen zien, ben ik vies hard afgedroogd. Echt gevalletje van El Clasico in real life en dan omgekeerd. Ja, weinig op aan te merken. De volgende leg komt op mijn kanaal. Ik ga daar voor de 5-0, dus kom zeker kijken.
Ik moet zeggen, onderhand zou je het hem toch bijna gunnen? Ja, onderhand. Ik zeg zou bijna, je... want het blijft een Feyenoorder. Maar goed, mensen, ik zie jullie aan de andere kant.